Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Mijn naam is Diederik Ebbingen en welkom bij alweer het allereerste deel van Oudejaarspromenade. Een uniek tweeluik, verspreid over 2 dagen waarin we terugblikken op dit bewogen jaar. En zoals het een echte oudejaarsviering betaamt, gaan we zingen en spelletjes doen. Maar we hebben ook enorm veel te bespreken. Black Lives Matter, het Shakespeareaans drama bij Forum voor Democratie. Wanneer word ik gevaccineerd? En waar was nationale held Maarten van der Weijden tijdens de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog? U hoort het al, te veel om op te noemen, dus laten we snel beginnen. Mijn naam is Diederik Ebbingen en dit is Oudejaarspromenade. Camera, loopt. En actie! Ja, en godzijdank staan ze hier in goede gezondheid naast me. En ze proeven en ruiken nog alles, of niet, jongens? 2020 ervaringsdeskundige Ton Kas. Kersverse vader Henry van Loon. Ja. En moeder in spe, maar nog steeds prachtig, Eva Krutsen. Jeetje, jongens, ik was afgelopen week aan het voorbereiden en ik dacht opeens, wat was het een ontzettend raar jaar. Ja. En toen dacht ik daarna eigenlijk meteen van, het moet voor jullie wel helemaal een raar jaar geweest zijn. Ja, heel raar. Ja. Ja, Henry, om met jou te beginnen. Ten eerste natuurlijk gefeliciteerd met je dochter met die prachtige naam Connie. Dankjewel, Bonnie is het. Ja. Ah, Bonnie. Ja, ja, nee, dat natuurlijk is, ook. Leuk. Ja. Ja, nou ja, leuk is niet echt het goede woord, Diederik. Het is vooral heel erg aangrijpend en heel erg bijzonder. Ja, tuurlijk. Het leven gaat opeens niet meer over jou. En nee, als je dan kijkt naar de wereld van vandaag. Ja, verschrikkelijk, hè? Verschrikkelijk. Maar gelukkig is er nog een sprankje open, Eva. Ja. Want ik zie dat de promenadefamilie steeds groter aan het worden is. Jij bent in blijde verwachting. Ja, klopt, ja. Ja. Heerlijk. Hoe lang mag je nog, meis? Nou, ik ga nu naar het derde trimester, dus ja, heel erg leuk. Maar ik moet zeggen, het is ook wel zwaar. Tenminste, ik vond de eerste week, weet je, heel misselijk. En, maar ja, ja, ik heb bij grote uitzondering heb ik ook een stoel voor je meegenomen. Als je even wil zitten, ga gewoon lekker Dank zitten. Oké, Jelke, mijn vriendin, voelde zich juist heel erg goed. Oh, ja? Dus die is echt een soort oerkracht, kwam er vrij. Die heeft de laatste week nog de traps naar schild. Goed. Soort van. Ton. Ton, wat? Moet ook voor jou een heel raar jaar zijn geweest, of niet? Hoezo? Nou, het was toch gewoon een ontzettend raar jaar. Dan heb je mooie schoenen aan, Diederik. Ja. Ja. Ah, en nog een bijpassende riem ook. Ja, dankjewel. Skinny jeans. Leuk om te horen. Ja, je lijkt een beetje op die ene minister. Hugo de Jong. Hugo de Jong. Nou, je zegt inderdaad. Ja, nou, leuk om te horen. Goed, voordat we verder gaan wil ik graag voor u thuis nog even het concept voor de komende 2 avonden toelichten. Want we doen het dit jaar net even anders dan u van ons gewend bent. Ik heb het vergeten, ik heb van die broekjes voor je mee, daar ga je echt heel blij mee zijn. Henry? Ze hebben die voor je kraamverband. Die is van Jelke, die heb ik uitgewassen. En naast Jelke lag een vrouw die had deze. Ja, Henry. Die hebben we ook uitgewassen. Alsjeblieft. Goed, in het kort. Vanavond zijn we dus met hoogopgeleide en mensen uit de Randstad onder elkaar. En morgen zijn we er weer, maar dan bedienen we de lager opgeleide en onze vrienden uit de provincie. Waarom eigenlijk, Diederik? Nou ja, goed, we krijgen natuurlijk vaak het commentaar wel dat promenade, maar bijvoorbeeld ook zomerpromenade, een te ingewikkeld programma is, weet je wel. Oh. En ik dacht, nou ja, dit is een mooie manier om die kloof, of om dat gat te dichten, want die steeds uitdijende kloof. Ja. Maar het is toch niet zo dat er alleen maar lager opgeleide mensen wonen in de provincie? Nee, natuurlijk niet. Nee. Juist niet. Nee. Maar het is ook geen waardeoordeel, hè? Maar wat dan wel? Ja, kijk, het is natuurlijk gewoon wel zo dat hoogopgeleide die in de provincie zijn blijven wonen, dat die vaak dingen leuk vinden die laagopgeleide ook leuk vinden. Is dat zo? Ja. Weet je wel, bloemencorso's, van die praalwagens, fanfares, sowieso het hele verenigingsleven. Schutterijen. Nou ja, precies. Ah, ja. Zaaltjes. Ja. Oh. Ja. Nou ja. En daarmee zou je dus kunnen zeggen dat er in stedelijk gebied meer hoogopgeleide wonen dan in de provincie. Mm-hmm. Behalve Rotterdam. Ja, behalve Rotterdam. Maar grosso modo, Ton, is het toch gewoon zo dat de diepe kloof zit tussen de Randstad en de regio? Is het algemeen bekend? Ja, nou ja, het is mij niet bekend. Maar, nee, mij ook niet hoor, persoonlijk. Nou, hier gaan we niet uitkomen vanavond. Goed, jongens. Nou, het was niet alleen maar een raar jaar, maar het was
ook vooral een heel zwaar jaar. Voor mij in ieder geval wel. We hebben enorm veel te bespreken. En de oplettende kijker heeft het misschien al gezien. We gaan oudejaars Jenga spelen. Yay! Love het oudejaars Jenga. Oh, daar ben ik heel slecht in. Ja, dus mag ik van jullie de momenten van het jaar? En we beginnen bij Eva. Eva, voor welk moment uit 2020 speel jij? Dan ga ik toch voor het moment dat ik erachter kwam dat ik zwanger was. Ja, dat snap ik heel goed. Maar dat is voor het spel... Het is natuurlijk ook heel erg bijzonder. Maar wacht maar tot je gaat bevallen. Dat was voor mij misschien nog wel een bijzondere moment. Lekker thuis, onder water. Onder water? Het is algemeen bekend dat het water dezelfde temperatuur heeft als het vruchtwater van de moeder. Goed. En dan krijgt het kindje een hele fijne, zachte landing. Ton. Ik merk nu ook aan Bonnie. Ze is helemaal ziek. Ton. Ik heb natuurlijk geen verstand van baby's, maar... maar het gaat er eventjes om. Wat is jouw moment van 2020, Ton? Voor welk moment speel jij? Voor welk moment van 2020 speel jij, Ton? Dan kies ik denk ik toch voor COVID. Maar dat is toch geen moment? Dat is er de hele tijd. Ja, nou. Weet je wat Jouke ook heel fijn vond? Sint-Jansolie. Sint-Jansolie. Jongens, weet je wat? Dan begin ik wel, oké? Dan snappen jullie misschien een beetje wat het idee is, oké? Ik speel voor de eerste lockdown, de intelligente lockdown. Er was een ongelofelijke saamhorigheid. Mensen waren er voor elkaar. Mensen hielpen elkaar. Mensen stonden klaar voor elkaar. Heel even leek het, voor mij, alsof iedereen even gelijk was. Zullen we heel even daarnaar kijken? Ja, leuk. Ja, graag. Mensen, al die lichtjes s'avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan in Amsterdam te zijn. Ja, mooi hè? Ja, was hier om de hoek hè? Ja. Echt weer kippenvel hoor. Ja. Zo mooi. Ook zo'n lekker wijntje erbij. Echt heel bijzonder. Ja, vond ik ook. Ja, absoluut. En vooral die beginfase, hè, dat was heel indrukwekkend. Oh ja, met die digitale kleedjes, Mark. Ja, nationale digitale thuistoost. Ja, verdomd. Oh, ja. Ja, dat was er ook inderdaad, hè, de digitale Koningsdag. Ja. Voor die Oranjes moet het ook een ontzettend raar jaar geweest zijn. Ja, inderdaad. Je hebt het echt ontzettend voor een kiezer gehad. Ja, eerst dat relletje, weet je wel, met die 4,7 miljoen onterecht ontvangen. Wat was het? Natuursubsidie. En toen dat relletje van die eerste Griekse reis, dat ze geen afstand hielden. En toen terug moeten keren uit die tweede Griekse reis, weet je wel. En toen dat gezeik over die 1,8 miljoen die Amalia krijgt. Nou, 1,6 hè. Nou ja, dat bedoel ik. 1,6 miljoen. Ja. Niet normaal maken wat niet normaal is. Dat vond ik ook zo mooi. Met die speech, helemaal die lege dam. Ja, zo'n bijzonder moment. Ja, ook hier om de hoek. Goed, ja, het klinkt misschien gek, jongens, maar ik moet echt zeggen dat ik af en toe met mee moet terugdenken aan die eerste periode van die eerste lockdown. Mm. Ja, klappen voor de zorg. Ja, klappen voor de zorg. Dat was echt fantastisch, hè? Ja. De zorg, hè? De zorg wil ik toch even extra noemen, want dat is wel echt de hoeksteen van onze samenleving gebleken. Hm. Als je die weghaalt, dan stort echt alles in elkaar. Ja, joh. Mooi. Oké, jongens, we gaan spelen en Ton, jij mag beginnen. Oh, nee, hè? Doe maar, voorzichtig, hè, voorzichtig. Ja? Voorzichtig. Oké. Oh. Blanco. Ja, nou, dan kom je goed weg, jongen. Goed zo. Eva, jij meteen. Yes. Denk aan afstand houden een beetje. Ja. Voorzichtig, hè, voorzichtig. Even kijken, hoor. Altijd spannend, hè? Ja, het is heel spannend. Spannend spelletje. Netjes. Masked Singer. Ik ken het niet, moet ik zeggen. Ik heb het nog nooit gezien, jullie. Nou, het is de tv-hit van 2020. En daar keken 4 miljoen mensen naar. En ik moet eerlijk bekennen, ik heb het ook nog nooit gezien. Ik heb het ook nog nooit gezien. Nee. Ik heb het ook nooit gezien. Nee. Ik ken ook niemand die het heeft gezien, trouwens.
Ik ken niet eens iemand die iemand kent die het ooit heeft gezien. Ja. Nou, Eva, dan heb je geluk. Henry, jij bent. Yes. Even afstand houden. Oh, sorry. Spannend dit. Ja, het is heel spannend. Nee, niet die. Niet die. Hè? Niet die. Niet die. Waarom niet? Ik kan toch gewoon deze pakken, of niet? Nee, ook niet die. Hugo de Jong. Ja, dan wil ik mijn spion inzetten. Nu al? Ja. Sorry. Oké. Okay. Hugo de Jong. Hugo de Jong is voor mij de echte strohalm die me door het jaar heeft geloodst. Zijn uitstraling, zijn charme, goed gekleed. Iemand die altijd doorging. Ook toen de kijkcijfers van de persconferenties deze zomer tegenvielen. En hij weet precies wanneer hij te veel hooi op zijn vork heeft genomen. En dat is wat ik natuurlijk met deze twee oudejaarsuitzendingen ook een beetje probeer te doen. Hij kan dingen die volstrekt onverenigbaar lijken op een heel ingenieuze manier aan elkaar verbinden. Zullen we er even kijken? Ja, leuk. Ja, graag. Ja. Bescherm jezelf en daarmee elkaar. We houden afstand. Minstens die anderhalve meter. Ik weet het niet hoor, met wie Hugo de Jong. Nou, ik wel. Als er iemand een raar jaar heeft gehad, is hij het wel. Misschien wel raarder dan alle anderen bij elkaar. Ben jij een beetje verliefd op Hugo de Jong? Nee, helemaal niet. Dan gaat het voor normaal, man. Sla er nou op. Nou, kan toch? Gaat het er helemaal niet om. Goed, Eva. Jij weer. Oh, ik ben er weer? Ja. Ja, die zit los. Durf zit niet los. Te kijken. Ze heeft het goed. Ja. Oh, het jeugdblokje. Ja. Zijn er nog mensen? Wat zou je willen zien? Nou, ik hoop persoonlijk heel erg op Wouter en Wiert. Oh, ik hoop ook echt heel erg Wouter en Wiert. Laten we dan maar even gaan kijken. Zo, kinderen. Ja, het is heel erg leuk. Ja? Teken. Kennen jullie onze Wouter en zijn goede vriendje Wiert? Wiert! Komen heel vaak op tv, al valt het met Wiert wel mee, maar die doet weer meer op Twitter. Kennen jullie onze Wouter? Hey Wouter! En zijn goede vriendje Wiert? Hoi Wiert! Wouter houdt van politiek, Wiert die wordt snel wagenziek, samen zijn ze echt uniek. Wouter, Wouter, stop de persen! Er is weer een meisje verkracht bij het asielzoekerscentrum. Asielzoekerscentrum? Asielzoekerscentrum? Kom, erop af! Zeg, waar is het eigenlijk, dat asielzoekerscentrum? Midden in de regio! Hier is het, Wouter. De plaats delict. Maar Wiert, ik zie helemaal geen asielzoekerscentrum. Dat lossen we later wel op. Snel terug, krantje maken! Wat moeten we hier nou van maken, Wiert? Laat dat maar aan mij over. Natuurlijk, een vraagteken. Lekker gewiekst, Wiert. Ja, Wouter, dat zal ze leren. Goed, jongens, we zijn allemaal geweest. De overlevingsronde. Yes. Was ik al bang voor. Ja. Tom, jij mag beginnen. Pieter Omtzigt door viruswaanzinnige. Dat is goed. Henry. De leraar met die spotprint in Rotterdam. Dat is ook goed. Eva. Rob Jetten, Farmers Defence Force. Is goed. Ton. D-
Die baas van de Jumbo. Autoboeren. Is ook goed. Henry. Sanne Schimmelpennink, lekkerste prinses. Lekkerste prinsesje. Prinses? Lekkerste prinses. Is ook goed. Ja. Eva. Zo'n beetje alle OMT-leden. OMT. Ja, dat is ook goed. Ton? Henk Westbroek. Over het liedje, toch? Dat Sinterklaas... Ja, goed. Henry. Jurgen. Ja, inderdaad, Jurgen. Jurgen. Eve? Ja, dat is goed zeg. Aquasi, door Zwarte Piet. Ja. Ton? Die wilde ik zeggen. Ik pas. Henry. Zwarte Piet door Aquasi. Ik kan natuurlijk ook. Ach, stop. Goed voor je. Eva. De NOS-verslaggevers. Is goed. Henry. Nu zeggen. Pas. Eva? Oké. Renze? Ja. Wat heeft die nou in godsnaam verkeerd gedaan? Zullen we heel even gaan kijken? Papa. In Wit-Rusland is al weken een revolutie aan de gang. Hij belt haar elke dag, dat is natuurlijk wel heel erg lief. Dus als er bij de GGD weer eens geen testplek was. Dirk Gommers is sinds deze week actief op Instagram. Boris Johnson die de Brexit deal... Jongens, we zijn wel even, heel even gestopt. Hoezo? Hoezo? Wat is er? Schat, ik weet het niet. Zo. Ze zijn al heel erg boos op je. Wie? Twitter. Is dat wat ik de hele tijd hoor ook? Nee. Red jij het een beetje in je eentje, Tom? Ja. Kijk, ja. Het is... niet heel gezellig, natuurlijk. Maar dan kan je het doen. Nee, dat snap ik. Ja, ik heb wel zomaar loopjes, weet je wel. Ja, je kan nergens meer naartoe. Het is niet even dat stedelijke hortus, concertgebouwtje doen. Dat is er natuurlijk allemaal niet. Ja. Nee, dat mis ik ook wel, hoor. Ja. Lekker naar het Rijks of zo. Ja. Ja, mensen zijn nu echt aan het doordraaien. Merk je zelf ook, hoor. Merk het zelf. Ja? Ja. Weet je wat het is? Dat snappen heel veel mensen niet. Maar als je te weinig gevoed wordt door schoonheid, hè? Mm-hmm. Ja, dan kom je niet meer tot jezelf. Maar niet iedereen vindt hetzelfde mooi, natuurlijk. Nee. Ja, nee, dat... Nee, kijk, dat gaat niet alleen maar over mooi of lelijk, hè? Kijk, het doel van de kunst is natuurlijk niet om het uiterlijk van de dingen te omschrijven. Mm-hmm. Maar het innerlijk van de dingen. Kijk, dat is de echte werkelijkheid. En... Aristoteles. Schattig. Oh? Ja? Geen idee. Nee? Volgens mij was dat een quote van Aristoteles. Oh, ik zou het niet weten. Ik laat mij niet mijn recht op vrije meningsuiting ontzeggen. Het virus, wat is het virus? Om ons bang te maken. Waar is onze democratie? Waar zijn wij? De Nederlandse staat en de buitenlandse staat is gewoon één grote pedofiele netwerk. Het bloed van baby's wordt gedronken door elites om jong te blijven. Moeten wij corona dan helemaal negeren? Ja, we kunnen het volledig negeren. Ik vind het een schande dat die mensen zich nog elite noemen. Ja. Want echt elitair zijn ze niet. Nee. Van Pizzagate tot de 30.000 pedofielen in de wereld. Er worden kinderen gestoord in Nederland. Pedofielen! Pedofielen! Echt pedofielen!
dat zo? Ja. En ben je ook daar werkgever? Ben je dat goed zo? Diederik. Gaat het? Wie heeft de zon uit jouw gezicht gehaald? Wie heeft het licht in jou gedoofd? Wie heeft je rode wangen bleek gemaakt? Wie joeg de dromen uit je hoofd? Wie brak jouw kleine hart? Kleurde je ogen zwart? Wie is niet nagekomen wat hij heeft beloofd? Wie heeft het lachen in jouw keel gesmoord? Heeft jouw vuisten zo gebald? Wie heeft dat onbevangen kind vermoord? Dat altijd opstaat als het valt. Wie boog jouw rechterrug? Trapte je speelgoedstuk? Wie brak jouw vleugels in de vreugde van hun vlucht? Wie is er zo aan jou voorbij gegaan? Wie verraadt hier jouw geloof? Wie hield zich voor het kraaien van de haan, na de derde keer nog doof? Wie is het die vergat, dat jij de toekomst had? Wie heeft jou net als ik te weinig lief gehad? Wie heeft jou net? De zorg. Zien. Oh. Wat doe jij nou? Zo. Tja, jongens, dan zou ik heel graag nu de minuut stilte willen aanvragen voor iedereen die ons afgelopen jaar ontvallen is aan corona, maar ook gewoon. Zo. Yes. 1 minuut 5. Mensen, helaas.
De toren van 2020 is helaas omgevallen, ingestort. Maar gelukkig komt er altijd weer een nieuw jaar waarin er weer gebouwd zal gaan worden aan nieuwe dromen en idealen. En daarom wil ik jullie vragen om uit de puinhopen van 2020 de eerste drie nieuwe bouwstenen voor 2021 te halen. Mooi. Ton, ja. Even kijken. Ja, ik heb iets. Hou nog even voor jezelf. Henry. Goed. Even voor jezelf houden. Eva, afstand. Sorry. Ja. Even voor jezelf houden. Goed. Dan wil ik jullie nu vragen om jullie bouwsteen te laten zien. Vrolijker dan vanavond. En kunt u niet kijken, hou vol. Nog maar 3 weken en de lockdown is ten einde. Biden is president en het vaccin weer iets dichterbij. Dat beloof ik u. Tot morgen. Wat is die? Diederik. Was er niet een achterdeur waar we door liggen? Huh? Of de politie is gebeld, hè? De politie is gebeld, jongens. Oh my god, ik ga zo niet naar buiten. Het is heel vervelend, dit. Roem Heimisch. Henry. Kun je niet met ze gaan praten? Jij komt uit Brabant. Ja? Zeg maar dat we het morgen goed maken, oké? Okay? Ja. Het gaat niet meer alleen om mij, hè? Nee, we blijven even. Kan je niet naar buiten en dan wil ik ze beschermen, weet je wel? Ga ons even zitten. Ja. Moet jij een stoel hebben, ja? Nee. Oké. Okay. NTR.